De Europese regeringsleiders lieten vandaag weten de verkiezingswinst van president Lukashenko niet te erkennen. Vandaag ging de bevolking weer de straat op om het vertrek van president Lukashenko te eisen. Bij onze studio Derk Sauer, heel lang wonend in Rusland, zakenman daar. Hoe kijk uitgever, jij? Uitgever. Journalist. En oud-actievoerder van heel lang geleden ook nog. Dat moet je aanspreken, Derk. Zo weet ik het nog van je. Maar even serieus, hoe kijk jij naar de situatie daar in Belarus op dit moment? Als je ook naar deze protesten, vreedzame protesten, moet verzeggen. Ja, nou ja, kijk, wat daar is gebeurd de afgelopen 10 dagen was natuurlijk ongelooflijk inspirerend. 3 vrouwen die eigenlijk de dictator van... de langzittende dictator, 26 jaar lang... van Europa eigenlijk te kijk zetten en met vreedzaam protest zijn positie onmogelijk maken. Maar goed, we zijn 10 dagen verder. De pleinen staan nog vol. Maar hij zit er nog wel. En het leek even alsof het de laatste uren geteld waren. Alsof het elk moment kon aftreden. Politie liep over. De televisie ging in staking. Zijn positie leek onhoudbaar. Maar je ziet dat hij de afgelopen 24, 48 uur zich heeft herpakt. En niet alleen dat, maar dat hij in een tegenaanval aan het gaan is. Uiteraard met hulp van Rusland. Ja, want we herinneren ons even terug in de tijd... 1989, dat weet je ook nog. En als je soms de beelden ziet, ook enorme protesten tegen deze man. Het doet mij denken aan 1989, Ceausescu in Roemenië. Die hield daar een toespraak op een plein. En hij dacht van, nou, er staan 10.000 gehoorzame Roemenen. Integendeel, die Roemenen werden boos. Kijk maar even. Populare din București, considerând aceasta... ca o En we kennen de afloop, Derk. Een paar dagen later stond hij tegen de muur en werd gefusilleerd. Ja. Maar jij ziet in Wit-Rusland zo'n soort uitkomst, kijkend naar wat er nu gaande is, niet. Nee, zeker niet. Vergeet ook niet dat... in 1989 Rusland in een grootste crisis uit zijn geschiedenis stortte in. Dus er was voor meneer Ceausescu ook geen enkel plek om naartoe te gaan. Op dit moment belt Lukashenko voortdurend met Poetin... en worden de adviseurs het land binnengevlogen... die opnieuw eigenlijk een verhaal verzinnen... Kijk, het Kremlin is ook een paar dagen in de war geweest. Die merkte dat in Rusland in de media. De media berichten heel erg positief over het protest. En zeiden ook van die Lukashenko moet weg. Nu ineens zie je dat de knop is omgedraaid. Zowel in Rusland, op het journaal. Nu wordt er gesproken over buitenlandse interventie, de NAVO, Europa dat zich ermee bemoeit. En maken ze er een geopolitiek verhaal van. En Europa, in zekere zin, is daar ook ingestrapt. Hè? Zoals dat er wel vaak gebeurt. Nou ja, omdat ik denk dat het beste zou zijn op dit moment dat Europa even niets doet. Oh. Kijk, we kunnen natuurlijk wel zeggen van wij erkennen die verkiezingen niet. So what? Vandaag. Ja, so what? Hè? Kijk, de realiteit is dat Wit-Rusland, Belarus, is nou verbonden met Rusland. Zonder... Russische steun was Belarus failliet, of is het failliet? Hè? De Russen pompen miljarden per jaar in dat land. Het is de achtertuin van Rusland. En de meeste mensen in Belarus willen ook graag goede betrekkingen met Rusland. En ook die 3 vrouwen, de oppositie tegen de president, zijn niet anti-Rusland. Nee, maar kijk, wat Poetin natuurlijk probeert... is hier een geopolitiek verhaal van te maken. En dat is wat Lukashenko nu ook doet. Ineens verschijnen op de Russische televisie hele gelikte filmpjes... Hè, vandaag voor het eerst, waarin het conflict wordt neergezet als het Westen tegen de Russen... of hè, de inwoners van Belarus. Ja. De NATO zou tanks klaar hebben staan om binnen te vallen en oppositie te steunen. Maar hoopt de bevolking niet op de steun van Europa? Gaan ze zich neerleggen nu bij deze situatie of blijven ze komen, denk ik? Nou ja, kijk, wat je hebt gezien... Ja, er zijn natuurlijk meer voorbeelden van. Hè? Venezuela is een goed voorbeeld, Maduro. Absoluut niet populair bij de bevolking. Iedereen wil die man weg hebben. Maar hij zit er nog steeds. Zimbabwe. Er zijn ontzettend veel... Kijk, als je een vreedzaam protest hebt tegen een dictator... zolang het leger die dictator blijft steunen... is het heel moeilijk om die vent weg te krijgen. En wat in Belarus zal moeten gebeuren... dat is onvermijdelijk... toch een uitweg moet worden gevonden... met betrokkenheid van Rusland. En kijk, Rusland wil die Lukashenko best laten gaan. Alleen wat Poetin niet wil... is dat de oppositie nu... Die drie vrouwen nu die winst nu vandaag binnenhalen. Waarom? Omdat dat natuurlijk een heel slecht voorbeeld zou zijn. Want er zijn in Rusland ook heel veel mensen die ongelukkig zijn met Poetin. Ja. En als drie huisvrouwen een dictator weg kunnen jagen... Hè, want dat is wat er aan de hand is. Dat is een akelig voorbeeld. Het is niet heel stoer voor de dictator en voor Rusland. Dat is voor Poetin ook niet heel erg stoer. Nee. Een van die vrouwen is oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Die zit inmiddels in Litouwen en deed een oproep aan de Europese Unie... die vandaag vergaderde over maatregelen tegen Wit-Rusland. Honorable leaders of Europe, I call on you to support the awakening of Belarus. I call on all countries to respect the principles of international law. I call to respect the sovereignty of Belarus and the choice of Belarusian people. Ja, dit had ze niet moeten doen, hè, volgens jou. Het is zo weinig hoopvol voor de toekomst. Kijk, natuurlijk moet zij dat doen vanuit haar positie. Alleen het is wat anders. Moet Europa zich nu mengen in dit conflict? Soms kan diplomatie, stille diplomatie, veel meer bereiken. Natuurlijk is het... Wij allemaal willen dat deze vrouwen winnen. Maar soms is het ook van belang dat wij als Europa even ons mond houden... achter de schermen actief zijn, laten diplomaten hun werk doen... maar naar buiten gaan en Poetin eigenlijk de gelegenheid geven... om hier een geopolitiek verhaal van te maken... daar schieten die mensen in Belarus niks meer op. En wij willen allemaal graag dat Svetlana Tichanovskaja... en die andere vrouwen en die mensen uiteindelijk aan de macht komen. Ja, dat zou pas stoer zijn. Nou, dankjewel. We houden het in de gaten. Na 11 succesvolle seizoenen stopt zondag met Lubach.